Slaap jij ook graag uit op zondagochtend? Dat is heel normaal. We spenderen ongeveer 1/3 van ons leven in ons bed. De hoeveelheid slaap die je nodig hebt verschilt van persoon tot persoon en is ongeveer tussen 7 à 9 uur. Het is voornamelijk belangrijk dat wanneer we slapen, dat we daar voldoende kwaliteit uit halen. Daarvoor hebben we een aantal tips voor jullie. De ideale slaapkamertemperatuur is tussen de 14 en de 20 graden. Daarnaast zorgt ook een goede ventilerende matras en een spiraalbodem voor aanvoer van frisse lucht en afvoer van transpiratie. En natuurlijk mag je ook een aangepast dekbed niet vergeten. Probeer die slaapkamer zo donker mogelijk te maken met geluiken en gordijnen. Zelfs een heel klein beetje licht kan eigenlijk de aanmaak van je slaaphormoon melatonine verstoren. En dan wordt je biologische klok ontregeld. Kamerplanten kunnen de luchtkwaliteit van je slaapkamer verbeteren. Er zijn specifieke planten op de markt die zuiverend gaan werken, zoals de lepelplant en de sansevieria. Je slaapkamer richt je best zo rustig mogelijk in, zodat je kan ontspannen voor je in je bed kruipt. Gebruik zachte kleuren aan de muren en let er bijvoorbeeld op dat je vanuit je bed niet in een open dressing kijkt. Zet best een uurtje voor je gaat slapen het beeldscherm van je smartphone of je computer uit. Die produceert namelijk te veel blauw licht, waardoor je minder goed gaat in slaap vallen. Wil je graag nog wat tips? Dan kan ik je altijd doorverwijzen naar de Auping-app, die helpt je graag op weg. Slaap lekker!